Hallo, welkom bij knottenbol.nl. Wij willen jullie vandaag weer graag een instructiefilmpje laten zien. Want we hebben natuurlijk heel veel tunisch gehaakt met de Winter Around Corner Call. Maar dat tunisch haken, dat blijft gewoon heel erg leuk. En we hebben ons eigen ontwerp, de Boho Chic. En met een hele originele rand. We combineren de eleganza met de socks van Duramla. En dan die rand maken we van de shiny. Wat, ja. Het glittert heerlijk, heerlijk om te zien. Ik heb hier wat voorbeelden liggen van de kleuren die we hebben. Maar we hebben echt heel veel kleuren. Dus je moet echt even op de site kijken. www.knottenwol.nl. En ik dacht, ik ga gewoon een klein stukje haken. Zodat jullie kunnen zien hoe dat gaat. Dan komt de cameraman komt zo even naar mij toe gelopen. Omdat ik hier deze best wel vaker gemaakt heb. Ben ik nu voor de afwisseling de gebreide streep aan het maken. Of sorry, de gebreide steek. Dus dat de rechte tunische steek. Dan steek je in het veetje van voor naar achteren. Van voor naar achteren. Midden in het veetje van voor naar achteren. Van voor naar achteren. En we wisselen elke rij de soort wol af. Dus we doen één heengaande en teruggaande rij in de eleganza. En dan één heengaande en teruggaande rij in de socks. Ja, we hebben hele mooie kleuren gecombineerd. Oké, dus ik laat even de kantsteek goed zien. Dus ik pak altijd twee lusjes, zodat hij door twee lusjes gaat. Zo. En nu pakken we dus de eleganza weer op. En dan doen we een teruggaande rij. De eerste altijd door één. En daarna sla je om en doe je door twee. Dit, als het goed is, kennen jullie dit wel. Dus dit doe ik wat sneller. En ik ga jullie zo nog even laten zien hoe we dat meerdere doen. En misschien, Koen, kun jij even de kleurtjes filmen? Maar zoals ik al zei, we hebben echt veel meer kleuren om deze sjaal te maken. We hebben heel veel mooie kleurencombinaties gemaakt. Kijk op www.knottenwol.nl. En ik draag natuurlijk nu ook een hele mooie kleur. Dit is die paars turquoise. Oh. Deze heeft meer rijen gehaakt. Die is wat strakker gehaakt dan deze, waardoor die natuurlijk ook kleiner uitvalt. Dus je moet wel opletten dat je niet te strak gaat haken als je een echt grote sjaal wil hebben. Eventueel heb je wel voldoende materiaal om wat meer steken op te zetten en wat langer door te gaan. Oké, Koen, dan wil ik nu gaan laten zien hoe je meert. Dus normaal begin je in deze tweede steek. Maar als we gaan meerderen, dan maken we even een losse. En dan beginnen we in die eerste steek, steken we in ook. Dus de kantsteek doe je normaal niet insteken. Maar omdat we willen meerderen, steken we hem daar wel in. En dan maken we weer die gebreide steek. Dus dat is het idee van meerderen. Nu ga je meerderen tot je 50 steken hebt. En daarna ga je de full stitch haken. Dus die wil ik ook nog even gaan laten zien.
En je kan natuurlijk zelf variëren met de steken die je wil, hè? Maar bij de full stitch steken we tussen de lusjes in. Dus hier tussen en je pakt een steek op. Dus in plaats van in of zo oppakken, we steken er tussenin. De full stitch. En van voor naar achteren. Hier is veetje 1, veetje 2. Ertussen. Die pakken we op. En ja, dat vind ik zelf echt een hele relaxte steek om te maken. En je ziet nu al hoe mooi dat wordt. Echt heel mooi komt dan die wol uit. En dat kan je hier ook zien. Ja, dat is gewoon prachtig. Ja, dat was het voor vandaag. Ik wilde nog wel even ook laten zien wat een geweldig vest ik aan heb. De stripes, dat is natuurlijk gebreid. Ook daar kijk op www.knottenwol.nl voor meer informatie. En ik hoop dat jullie het weer even leuk vonden om te kijken naar onze instructievideo. Tot snel. Doei doei.